Hoi, ik zit hier op een berg hier in de Pyreneeën, het Franse deel van de Pyreneeën. Ik heb net een tocht gemaakt en een wandelingetje. En dan wil ik graag 3 tips met je delen op basis van deze wandeling, want die hebben mij wel wat inzicht gegeven. De eerste tip is dat het doel niet belangrijk is. Want ik ging op pad. Vandaag ging ik eens een keer in mijn eentje lekker even op pad. Gezin op de camping gelaten. En ik ging een cache zoeken. Dat zijn van die schatten die zijn verstopt met een GPS. Kan je die dan vinden. En dat was mijn doel. Maar ja, mijn hogere doel. En dat is eigenlijk wel belangrijk om te realiseren. Want ja, weet je, dan heb je zo'n bakje gevonden. Ik heb hem hier. Ik zal hem even laten zien. Kijk, ik heb hem gevonden. Jippie. Hij lag ongeveer daar bij die bosjes. Maar dat is natuurlijk niet waarvoor ik dit doe. Ik wilde gaan lekker wandelen in de natuur. En gewoon lekker bezig zijn. Genieten nog van die natuur, van de omgeving hier. En dat is altijd goed om te realiseren. Dus dat het doel, want ik ging op pad en toen had ik dus die GPS. En toen zat ik zo van, ja weet je, het is nog een kilometer. Hoe ver is dat nog? Is dat toch ver? Moet ik nog hardlopen? Ben ik dan nog op tijd? Al dat soort dingen, allemaal gebaseerd op dat doel van ik moet die cash vinden. En in de tussentijd vergat ik dus om gewoon om me heen te kijken, te genieten van dat ik lekker bezig was. Genieten van dat ik in mijn eentje eigenlijk op die berg was. Dus ik wil je echt als tip geven. En dat is in het dagelijks leven ook zo, want hoe vaak zijn we niet door doelen gedreven? En genieten we eigenlijk van de weg? Genieten we van ermee bezig zijn? En heel eerlijk, ook daar in het zakenleven of in je privéleven, het bereiken van een doel op zich. Nou, daar krijg je niet heel veel vreugde van. Het is even leuk, maar daarna ben je het eigenlijk alweer vergeten en ben je weer bezig met je volgende doel. Ze hebben zelfs onderzocht dat geluk komt eigenlijk door het wegvallen van een doel. En als je dus je doel bereikt, dan is je doel weggevallen. En daarmee is dus eigenlijk, ben je gelukkiger. Maar dat komt dus niet doordat je het doel bereikt, maar doordat het doel weggevallen is. Dus je kunt beter gewoon stoppen met al die doelen stellen. Dus dat is mijn eerste tip, dat het doel niet belangrijk is. De weg, de dingen die je onderweg leert, de ervaring. Het is veel belangrijker, ook in het zakenleven, dan puur dat doel wat je wil bereiken. Dus weg met de targets, met de maandtargets, jaartargets. En geniet gewoon van de weg. Dat is mijn eerste tip. En morgen krijg je de tweede.